Een hele goede middag. Het is donderdag en dat betekent dat we weer een nieuwe uitzending van Nieuwsweek hebben. En dat doen we elke keer met iemand van Groot-Vlaardingen of het nieuws. Dat is Peter Spek, Groot-Vlaardingen, bij ons aan tafel vandaag. Leuk dat je er bent. Welkom. Normaal beginnen we met het nieuws wat op de voorpagina staat. Nu even niet, want vanmorgen actueel nieuws geweest. Een persbericht vanuit de samenwerkende huisartsen. Ja. Inderdaad. Wat is er aan? Ja, nou, we hebben het wel uiteraard op onze website staan inmiddels, het bericht van de huisartsen. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat zij de samenwerking met het Franciscus Gasthuis en Vlietland opzeggen. Ja, nou, dat is nogal wat. Dat is heel, heel bijzonder natuurlijk dat huisartsen dit doen. Ja. Maar dat heeft natuurlijk, dat is natuurlijk niet slag op stoot gegaan, dat is duidelijk. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de afgelopen maanden van het ziekenhuis. Zij willen de geboortezorg centraliseren en dat allemaal in Rotterdam gaan doen. En daar zijn ze tegen. En daar zijn ze gewoon tegen. Ik heb ook begrepen dat ze ontevreden zijn over het overleg wat er is gevoerd. Ja. Ze zeggen, ja, er is helemaal niet naar ons geluisterd. We zijn niet serieus genomen. Ja, dat zegt natuurlijk wel wat, hè? Ja. En het raad van bestuur is zonder meer doorgegaan en niet geluisterd naar de argumenten van de huisartsen. Om toch die zorg dicht bij te houden, dus hier in Schiedam te houden. Ja. En daar hebben ze dus van de week, dinsdag, hebben ze daar een besluit over genomen in een kringvergadering. Ja. En ze hebben besloten om die samenwerking op te zeggen. Ja. Wat zou het voor gevolgen hebben, denk jij? Ja, wat ik nu al hoor en wat ik nu al zie is dat veel, dan heb ik het even over de geboortezorg, dus de geboortes, die gaan allemaal naar het ziekenhuis in Delft. Daar is een toeloop van mensen die, vrouwen die zwanger zijn en zich daar laten behandelen in Delft. En, ik was daar toevallig onlangs in dat ziekenhuis en ik heb daar ook naar gevraagd. Dat is inderdaad een sterke stijging van het aantal vrouwen dat naar toe is gegaan. En dat zal natuurlijk nu met deze opzegging alleen maar meer worden. Ja, dat lijkt me dan ook wel. Het is ook onderschreven trouwens door de zorgorganisatie Eerste Lijn. Ja, klopt ook. Heb ik gelezen. Maar wat ik mij dan afvraag, minister Schippers die heeft nog eens een keer gezegd van, joh, we gaan nog wel een keer een overleg met het ziekenhuis. Ze heeft weliswaar geen dwingende bevoegdheden daarin. Nee. Lopen de huisartsen niet erop vooruit, denk je? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ik denk ook dat zij nu even toch hun, hoe zeg je dat, hun tanden hebben laten zien. Ik ken een aantal huisartsen die praten dan van, ja, het is natuurlijk is het prettig als het dichtbij is, maar tegenwoordig, wat is nou die afstand tussen Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam? Ja. Die geluiden heb ik natuurlijk ook wel gehoord. Ja. Maar als er een ongeluk gebeurt, en de laatste tijd is dat veel gebeurd op de Rijksweg A20, de brug openstaat, dan krijg je problemen. Ja. Dan krijg je dat de kinderen in de auto geboren worden. Ja. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Nee. Nou, ik denk dat ze ook gezien het feit dat van de week bij elkaar zijn gekomen en toch alles even op een rijtje hebben gezet, dat ze gezegd hebben, ja, er wordt naar ons gewoon niet geluisterd. Ja. En wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben, ja, ik denk dat ze toch wel weer in overleg gaan met elkaar. Want helemaal definitief uit elkaar gaan, dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Hè? We gaan het op de voet volgen. Ja, zeker. Het zal nog een hele spannende tijd worden absoluut. De komende weken. Hoe zich dat verder gaat in de vakantietijd gaat ontwikkelen. En wat je nu zelf ook al zei, minister Schippers die gaat zich er ook mee bemoeien. Ja. En juist vorige week was er een mededeling dat de verloskundigen, de gynaecologen, huisartsen en de kraamzorg wel met het ziekenhuis doorgaat met praten. Okay. In gesprek blijven. Ja, die in gesprek blijven. Ja, dus nou zijn de huisartsen in principe afgehaakt. Dus moeten we even toch na dit bericht van vanmorgen toch even afwachten wat de consequenties zijn. Ja. Zoals ik zeg, we gaan het in de gaten houden. Ja. Terug naar het nieuws verder uit de krant. De Krabbenplas. Ja, de Krabbenplas is natuurlijk gaat al heel... Hij is heel in de zomer. Elke zomer komt dat terug. Ja. Hè? Het is een vast pandoer, zou je willen zeggen. Blauwalg. Ja. Bijna niet uitgeroeien. Nee. Nee, en nu vorig jaar heeft de gemeente een solobree neergelegd in het water daar. Nou, dat is een apparaat, een soort
bootje wat het water in beweging houdt. Ja. Het vaart daar rond. En ja. dat zorgt ervoor dat er dus geen blauwalg plaatsvindt. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Nee. En hebben ze, na onderzoek is gebleken dat waterstofperoxide, dat als dat toegevoegd wordt en verdund toegevoegd wordt aan het water, dat het blauwalg tegen kan gaan. En dat is dus vandaag is daarmee gestart. Ja, 2500 liter waterstofperoxide wordt er in het water gespoten. Ja, en dat is natuurlijk heel wat. Het is niet schadelijk voor alle andere, voor de vissen, voor de mensen natuurlijk, voor het groen wat erin zit. Het paar dagen mag er dus niet in gezwommen worden op dit moment. En dan hoopt men natuurlijk dat het blauwalg wegblijft. Men heeft in het, maar het is symptoombestrijding, heb ik begrepen. Want je kan het niet uitroeien, die alg. Nee, dat is, er zijn deskundigen die zeggen van, het heeft helemaal geen zin om dit te doen. Het kost nog 25.000 euro. Ook nog. De een zegt het is uit te roeien, de ander niet. Er zijn op dit moment wel mensen die dat aan het onderzoeken zijn, ook in het buitenland. Ja. En eens kijken of daar een oplossing voor te vinden is. Dus ik heb wel eens gehoord, als je het echt uit wil roeien, dan moet je heel die plassen uitgraven. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een... Dat gaat iets meer dan 25.000 euro kosten. Maar het is natuurlijk heel jammer voor de Vlaardingers, die natuurlijk in het verleden al het Kolpenbad zijn kwijtgeraakt om in het buitenbad te zwemmen. Ja. En nu kunnen ze eigenlijk, het is een prachtig gebied daar. En nu kunnen ze, als het blauwalg er is, kunnen ze gewoon niet zwemmen daar. Nee. En dat is natuurlijk heel vervelend. Ja. Nou, hopelijk dat binnenkort weer dagen, inderdaad. Aan de orde is. Ja. Het Logge Festival. Ja, afgelopen weekend. Afgelopen weekend. Hoe is dat afgelopen? Nou, dat is een groot succes geworden. Ja. Wel iets minder toeschouwers. Ja. Dat was enerzijds omdat de organisatie heeft gekozen voor 4 dagen in plaats van 2 dagen. Ja. Nou, dan tref je natuurlijk niet als op die eerste dag, en dat was vorige week donderdag, ontzettend slecht weer. Heel slecht weer is het geweest. Inderdaad. Dus er was bijna niemand op de Westhavenplaats op het programma. Dat was natuurlijk jammer. Ja. Daarna is het natuurlijk een stuk beter gegaan. Een hele leuk onderwerp met natuurlijk de basis is natuurlijk gewoon de historie van Vlaardingen, de visserij en alles wat daar omheen zit, om dat te tonen. En dat is natuurlijk ook uiteraard onder prima weersomstandigheden afgelopen vrijdagavond en zaterdag gebeurd. Veel van de historie van Vlaardingen, maar ook veel muziek natuurlijk. Ja, het was ook heel leuk dat de organisatie gekozen heeft voor Vlaardings talent, jeugdig Vlaardings talent. Er was een soort talentenjacht. Ja. En, op de vrijdagavond was dat, geloof ik. Ja, en dat was goed bezocht natuurlijk. Veel kennissen, vrienden en vriendinnen die naartoe toekomen. Ja. En ik denk dat een hele... een hele goede zet is geweest van de organisatie om dit erbij te betrekken. Ja. Ja, en zaterdag was het natuurlijk slenteren langs allerlei kraampjes en muziek en veel doedingen ook die vooral de jeugd konden doen met de survivalvereniging die bij de sluis de kinderen over liet komen. Dus nee, dat was echt wel een hele geslaagde aflevering. Goed zo. Ja. Iets anders wat er ook wel redelijk geslaagd kan worden, dat is het ballentheater. Ja, dat is ook iets nieuws. Dat is mensen ook met een beperking. Ja, dat zijn inderdaad mensen met een verstandelijke beperking. Ja, je denkt natuurlijk vaak dat deze mensen, ik merk dat zelf ook bij de sport, dat deze mensen dus eigenlijk, zeg ik maar even heel plat, niks kunnen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, helemaal niet. Die kunnen gewoon heel goed functioneren. Ja. En De mensen van Kade 40 die hebben dat opgepakt. Ja. En die spelen nu binnenkort een theaterstuk waarbij zij alle drie de hoofdrol spelen. In allerlei het stuk heet De Verhalenfabriek. Ja, en in allerlei vormen doen zij daar, maken ze daar een prachtig stuk van. Met veel emotie ook, maar ook veel lachen. Ja. Of gewoon zingen. Ja. Nou, eigenlijk wordt daar laten ze zien wat ze eigenlijk kunnen. En wat ze in huis hebben gewoon. Wat ze in huis hebben. Natuurlijk, het is een speciale groep. Ja. Dat zie je ook bij de sport. Er moet natuurlijk anders mee getraind worden. Ja. Er moet anders begeleid worden. Vaak is dat 1-op-1. Hè? Maar dat geeft niet. Het komt altijd heel goed over. Leuk. En als er mensen zijn die dat kunnen en dat ook willen doen, dat te begeleiden, nou dan gaat dat prima. En ik ben benieuwd, ze hebben een aantal voorstellingen. Die zijn al helemaal uitverkocht. Oké. Ja. En ze willen ook in het einde van dit jaar, of september of oktober, nog eens een keertje komen. Om het nog eens een keer over te doen. Prima. Nou, ik vind het heel bijzonder dat zij dat doen. Ja. Absoluut. Er zijn nog kaarten te krijgen?
Voor de voorstelling? Ja, voor de september zijn nog beschikbaar. Dan kunnen ze dus inderdaad nog even naar de website van KD40 gaan om daar op te geven. Ja. Ja. Nou heeft Vlaardingen behoorlijk wat mensen die wat in hun mars hebben. Meester Thomas. Ja. Thomas Hinsch. Dat is zo. Dat is een leraar op een basisschool. Ja. En die is schrijver. En die heeft zich laten inspireren door de Blankenburg-tunnel. Ja. Het klinkt misschien gek, maar het is zo. Hij heeft daar een roman over geschreven. Ja. Niet uiteraard met het zicht op die Blankenburg-tunnel en de naam Blankenburg, maar een heel fictief verhaal. Ja, een roman heeft hij geschreven. Roman. Ja. En er komen alle zaken voor die je nu ook rond die Blankenburg-tunnel natuurlijk ziet gebeuren. Het Robijnenbos, de roman. Ja, inderdaad. Ja. En wij hebben dan het Likkebaardbos. Ja. En tussen Vlaardingen en Maassluis. Het is natuurlijk heel vervelend als je daar woont. Ja. En ook als Vlaardingen natuurlijk, als je fietst of wandelt en er komt ineens zo'n tunnel er doorheen. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Nou, hij heeft daar een hele roman over geschreven. Ik ben benieuwd hoe dat aanslaat bij de Vlaardingen. Het is een mengeling van fictie en werkelijkheid. Ja. Want 60% was werkelijkheid, had hij verteld. En 40% is misschien geromantiseerd. Ja, inderdaad. En er zit natuurlijk een liefdesverhaal in natuurlijk. Hè. Dat moet natuurlijk ook wel een strijd in het natuurgebied. Ja. De natuur op zich, die heilzame natuur, die verleiding, de geschiedenis. Dus alles speelt een rol in zijn roman. Ik ben de plot, dat ken ik nog niet, dat wil ik ook niet weten. Nee. Want dat ga ik dus straks lezen als het boek in de winkel ligt. Je gaat hem aan. Ja. Veteranendag. Ja, ook zo'n fenomeen inmiddels. Ja. In Vlaardingen, maar ook in Schiedam. In Schiedam is hij inmiddels al geweest. Ja. In Vlaardingen is hij aanstaande zaterdag. Ja. En niemand minder dan Marco Kroon komt daar naartoe. Die komt daar. Ja. Die komt daar een verhaal brengen. Ja. Dat spreekt natuurlijk toch wel aan. Het is een man die de hoogste militaire onderscheiding heeft gekregen in Nederland. Heeft een heel mooi verhaal over leiderschap, over teamwork, communicatie. Maar ook over loyaliteit gaat hij praten. En ook opereren onder extreme omstandigheden. Ja. Nou, hij heeft een verhaal van ongeveer 3 kwartier. Zo. En, hij heeft ook wat meegemaakt. Dus hij heeft het meegemaakt. Hij zal daar ook veel over vertellen. Ja. En de veteranen die zullen er best wel iets in herkennen. Bijzonder ook aan is, er wordt ook een Vlaardinger besproken. Een man die al 25 jaar op een onderzeeboot heeft gediend. Ja, dat is een veteraan, een Vlaardingse veteraan. Nou, er zijn er ongeveer 200 die er komen aanstaande zaterdag. En hij is er dan één van, Aad Rietveld. Ik heb hem gesproken. Ja. En hij is 25 jaar werkzaam geweest bij de marine. En 25 jaar, niet constant onder zee. Nou, dat hoop ik niet, nee. Maar het was dus wel zo dat hij 3 maanden, 4 maanden op en een week af in die onderzeeboot zat. Hij heeft dus eigenlijk heel die ontwikkeling hier van de RDM-werf in de tijd. Daar is hij eigenlijk begonnen. En daar is hij op zo'n onderzeeboot gestapt. En heeft ook de allernieuwste onderzeeboot ook weer meegemaakt. Ja. En dat is natuurlijk een heel groot verschil. Ja. Niet zozeer qua grootte, maar wel qua comfort. Ja. Maar ook qua uitrusting. Ja. Dat is natuurlijk heel anders geworden tegenwoordig. En hij heeft ook toch wel spannende momenten meegemaakt in zo'n onderzeeboot. Het is een van de minst besproken onderdelen van de krijgsmacht, de onderzeedienst. Ja, een hele bijzondere dienst. Ja. En hij zegt ook, het is ook een heel bijzonder dat je... Als je natuurlijk 3-4 maanden met elkaar onder het water zit, dat daar toch een hele hechte band ontstaat. Dat moet ook wel. Je kan er niet uit. Nee, je kan er niet uit. En wat hij mij ook vertelde, het is elke dag 2 of 3 keer oefenen. Ja. En dat gaat gewoon door. Ja. En of het nou zaterdag of zondag is, kerst of nieuwjaar, gewoon oefenen. En hij is 25 jaar, toen moest hij de leeftijd bereikt dat hij weg moest. En heeft hij toch nog zijdelings met die onderzeeboot te maken gehad door de... Want hij was natuurlijk min of meer technicus aan boord om nieuwe apparatuur aan te schaffen voor de onderzeeboten op dit moment vanuit Den Haag. Hij had een heel mooi verhaal. Prima. Ja. Zaterdag in Vlaardingen? In Vlaardingen, waar? Voor de eerste keer in het Delta Hotel. Delta Hotel, dat is niet helemaal waar wat ik zeg, want we hebben het altijd in het centrum gevierd. Ja. En men ging vaak ook om te eten naar het Delta Hotel. Ja. Maar veteranen zijn toch mensen op leeftijd, hè?
Dat mogen we toch stellen. Er zijn ook jonge veteranen, maar dit aantal is natuurlijk nog klein. Ja. Maar de grote deel is dan toch joh, ja, 70, 80, 90 jaar, soms mensen van 100. Ja, om die dan te gaan vervoeren van de markt naar het Delta Hotel, dat is een beetje een probleem. Dus festiviteiten vinden plaats bij het Delta Hotel? Allemaal aanstaande bij, zaterdag. Ja, aanstaande zaterdag om 10:00 inloop. Prima, dat is eens gezegd. Sport. Ja, een beetje sport. Wat zeg Marion. Ik? Een beetje sport. Ja. Marion Valkenburg, dat is een Vlaardingse. En die gaat binnenkort, die gaat binnenkort naar Californië. Ja. Ja, wat gaat ze daar doen? Ze gaat meedoen aan de CrossFit Games. Ja. Nou, CrossFit, wat zijn dat? Wat is dat? Een nieuwe sport. Ja. Een hele uitdagende sport, maar ook een sport die heel populair aan het worden is. Eigenlijk een beetje het verlengde van de survival. Ja. Mensen die zeggen van ja, ik heb die survival nu wel een beetje gezien. Ik wil nog meer uitdaging. Nou, dan is die CrossFit een uitdaging van je welste. CrossFit dat bestaat uit 7 onderdelen die je moet afwerken. Maar je weet niet welke onderdelen je krijgt. Dat weet je niet van tevoren. Het zijn allemaal krachtsport allemaal. Allemaal krachtsport. Ja. Nou, krachtsport, lenigheid. Ja. Je kan bijvoorbeeld 2 kilometer moeten zwemmen. Of 3 kilometer moeten hardlopen. Okay. Maar ook gewichtsheffen, ook banden tillen, ook touwklimmen, ook gewichtsheffen. Ja. Nou, alles staat erin. Ze weet van tevoren niet wat je op die dag krijgt. Nou, zij is daar nu een beetje in gespecialiseerd. En heeft zich via diverse voorrondes als enige Europeaan weten te plaatsen voor die, zeg ik dan maar, wereldkampioenschappen, Olympische Spelen voor die CrossFit-atleten. Ja. In Amerika, Californië? In Amerika, Californië. 9 juli tot met 21 juli. En zij is er vorig jaar ook geweest. Ja. En toen was ze bij de laatste 10. En op die dag heeft ze zich geblesseerd. Heeft ze schouder blessure opgelopen. Ja. Dat heeft eigenlijk een half jaar geduurd. Is geopereerd. Had vorig jaar ook daar in Californië. Het was heel heet en heel vochtig weer. Ja. Heeft ze ook uitdrogingsverschijnselen gehad. Is ook opgenomen in het ziekenhuis. En eigenlijk het laatste half jaar is ze weer helemaal aan het revalideren. En nu eigenlijk weer helemaal klaar om naar Californië te gaan. Om weer een poging te wagen. Ze wil gewoon een medaille halen. Nou, ik wens ze heel veel succes. Als ik naar de foto kijk en ik zie haar, dan moet dat zeker wel lukken. Want het is een pittige dame. Zo. Ja, die moet je 's avonds niet tegenkomen. Goed zo. Ja. Maar ze is heel aardig. Ja. Okay. En ze is heel, heel benaderbaar. Ja. En ze wil gewoon proberen. Ze traint 2 keer per dag. Ja, dat moet de hele week door. Ja. Hè, 7 dagen per week. Om toch die medaille te halen. Ja. Topsport. Ja. Nee, inderdaad, topsport. Ja. Van de sport naar de muziek. Ja. Echte bijaard, ze bestaan nog. Nou, het is. Vlaardingen heeft daar toch een hele. Naam hoog te houden. Mm-hmm. Ben van der Linden, de bekende pianist van Paul van Vliet in het verleden. Ja. Die heeft een aantal jaren geleden de Haagse cabaretier, voor degene die het niet weten. Wat zeg je? Haagse cabaretier. Haagse cabaretier, hij heeft met hem rondgetoerd in Nederland en het buitenland. De bijaardagen opgezet een aantal jaren geleden. Nou, dat is een groot succes gebleken. Elke dinsdagavond in juli zat er op de markt honderden mensen. Ja. Het was een prachtig gezicht. Stil te luisteren naar het carillon van het oranje carillon van de Grote Kerk. Ja. En via beelden konden de mensen beneden dus rustig op het terrasje naar die muziek luisteren. Ja. En als het prachtig weer was, en gelukkig is dat heel lang, heel veel keren geweest, was dat natuurlijk een geweldige sfeer. Absoluut. Hè? Dus hij heeft contacten met top bijaardiers uit de hele wereld. En die kwamen dan naar Vlaardingen toe. Maar ja, zoals dat met veel evenementen gaat, de subsidie. Die het gaat weer om de centen natuurlijk. Nee, daarom. Ja. En ja, hij wilde het evenement niet verloren laten gaan voor Vlaardingen. En zoals dat natuurlijk vaak gebeurt, als er een verandering is, dan ga je ook een beetje creatief denken. En hij woont zelf in de Landstraat in het centrum van Vlaardingen. En wat bleek nu, dat 2 jaar geleden is het lijnbaanplantsoen, noem ik het maar eventjes, gerealiseerd bij de lijnbaanhallen. Nou, het is een prachtig plantsoen. En hij is daar gaan kijken. Hij zegt, nou, en dan kijk je zo op de kerktoren. Ja. Hij zegt, daar ga ik een bijaardag organiseren. Omdat ik, of het nou 4 of 5 keer per maand te organiseren of 1 keer, dat scheelt natuurlijk wel. Ja. Dus hij doet dat nu op 9 juli. 9 juli. Zaterdag nu, 9 juli. Ja. En
ik denk dat het een gouden greep is geweest van hem om het op die manier te doen. Want ja, om dus 4 keer of 5 keer naar zo'n dag te gaan, ja, daar krijg je ook alle mensen niet voor uit huis. Maar dit is heel leuk als het mooi weer is. Hij heeft terrasjes, hij heeft een rijdend carillon. Dat is al heel bijzonder. Ja. Die gaat de strijd aan met het oranje carillon in de kerk. Een soort duet? Het is heel mooi. Er komen meerdere bijaards. Bijaardiers, ja. Het is een heel programma bekende. Bijaardiers. Bijaardiers. Ja. En ook de Vlaamse bijaardier, die is daar natuurlijk uiteraard bij. En ook bekende uit België en uit Frankrijk. Ja. Die komen naar Vlaardingen toe. Leuk. Geweldig evenement moet dat worden. 9 juli. Ja. Bij de Lijnbaanhallen. Ja. Prima. Vlaardingen. Ja. We kennen natuurlijk een heleboel raadsleden. Ja. Nou ja, kennen. Van naam. Van naam. Maar wie ze zijn? Wie ze zijn. Nou ja, we hebben dan een hele leuke reeks. Dat doet onze collega Britt Planken. Ja. Die gaat bij die mensen op bezoek. Zetten ze even in het zonnetje. En ja, vragen naar hun, hun achtergrond. Nou is deze, dat is Andrea Terveer, wel bijzonder. Want die is eerst raadslid geweest in Schiedam. Ja, dat klopt. En die is toen. En ze bleef eigenlijk altijd boodschappen doen in Vlaardingen. Oké. Dat was ik trouwens in de krant dat er wel meer mensen dat doen. Ja, dat hebben we vanmorgen gelezen. Ja. Ja, daar ben ik natuurlijk wel blij mee. Maar jullie niet zozeer natuurlijk. Hè? Maar dat is ook een onderzoek. We moeten maar kijken wat daar waar van is. Ja. Maar zij deed dat dus wel. En ja, en toen verhuisden ze inderdaad terug naar de Haringstad. Ja. En heeft ze dus dat raadswerk voor de PvdA in de Vlaardingen weer opgepakt. En is zij inmiddels nu 2,5 jaar geleden gekozen in de gemeenteraad. Ja. Wat zij meldt dan wat haar speerpunten zijn inderdaad. Voor haar raadswerk. Ja, dat moet natuurlijk goed om te zeggen. Ja, het is wat zij zegt. Ze heeft in de portefeuille onder andere het groen. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. De groenste stad van Vlaardingen en ook van van Nederland en ook van Europa geweest. Ja. Dus dat zegt wel wat. Ja. Zij wil daar gewoon toch wel aandacht voor blijven vergen. Zeker natuurlijk ook met de Blankenburgtunnel, die natuurlijk straks heel wat groen weg gaat halen. Ja, en zij is ook zeer tevreden over de samenwerking tussen de vrijwilligers en Kader 40 en de Stadsgehoorzaal. Ja. Dit is natuurlijk allemaal, we weten allemaal het verhaal, de professionele mensen zijn allemaal weggegaan. Dus is er eentje overgebleven en die heeft toch de steun nodig van heel veel vrijwilligers. En dat draait goed. En daar heeft zij ook het nodige werk voor gedaan. En zelf is zij ook vrijwilligster in Vlaardingen. Onder andere in het hospice en in de oude raad van het Vos College. Ja. Wat zij wel jammer vindt, dat vind ik zelf ook wel hoor, dat toch zo weinig mensen politiek actief zijn. Ze praten er veel over, ze hebben allemaal commentaar. Allemaal commentaar. Maar om zelf actief te zijn. Ja. En als er gestemd moet worden, dan zijn de mensen vaak niet thuis. En dat is jammer, want dan kan je toch één keer in de 4 jaar kan je toch je mening even laten horen. Ja. En daar wil zij dus ook wat aan gaan doen om toch een beetje het bewustzijn van de mensen voor de politiek een beetje bij te brengen. Ja. En ik denk dat zij daar een hele goed raadslid lid voor is. En er breken natuurlijk weer spannende tijden aan de komende dagen. Met alle begrotingsbehandelingen voor de komende tijd. Dus ik denk dat we ze wel gaan zien de komende dagen. Oké. Ja. Andreas Terveer. Meer punten? Nou, dat is een beetje de krant geweest die wij gemaakt hebben. Misschien dat ik nog wel eventjes kan zeggen dat wij volgende week beginnen met onze nieuwe layout. Ja. We zijn natuurlijk ook de persgroep geworden. Ja. En we gaan een beetje de kant uit van het AD. Ja. En volgende week doen we een eerste stap met de Vlaardinger van de week. Die gaan we krijgen in de nieuwe layout. Ja. En dat wordt Nikita Bierhuizen, een blootvoetskietster in Vlaardingen. Blootvoetskietster. Ja. En ze doet dat heel goed. Ja. Ze is doorgedrongen tot de Europese top in haar nog jeugdige leven. Ja. En ik mag ze gaan interviewen in die nieuwe vorm. En dat doen wij dan in een vraag en antwoord. Okay. Interview. Ik ben benieuwd. Volgende week nieuwe layout. Nieuwe layout bij Groot Vlaardingen. Oké. Okay. Peter, bedankt in ieder geval dat je weer was voor deze uitzending. En wij zien elkaar binnenkort weer natuurlijk. Graag gedaan. Dit was de uitzending van Nieuwsweek voor deze week. Volgende week zijn we weer. Andere gast.